De Surinaamse luchtvaartmaatschappij, de SLM, heeft vrijdagavond de vlucht van Paramaribo naar Amsterdam geannuleerd. Omdat het gehuurde vliegtuig van Air Belgium vlak voor vertrek op de luchthaven werd geraakt door een grondvoertuig. Zo meldt het luchtvaartnieuws. De vlucht stond gepland om 5:50 in de middag lokale tijd naar Schiphol te vertrekken toen er een incident plaatsvond op het platform. Een grondvoertuig op de Johan Adolf Pengel luchthaven kwam tegen het toestel dat door SLM gehuurd wordt van Air Belgium. Passagiers die op hun reis stonden te wachten kregen eerst te horen dat de vlucht vertraagd was. Enkele uren later werd hen echter verteld dat de vlucht helemaal niet zou vertrekken en moesten zij terug naar huis, vervolgt het luchtvaartnieuws. Het is nog onduidelijk of het vliegtuig vandaag zaterdag wel kan vertrekken. SLM zegt de passagiers hierover op de hoogte te houden.